De rijstboeren in Nikeri wachten nog steeds op de beloofde steun van de overheid, zei VHP-parlementariër Mahinder Kumar Yogi gisteren tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée. Het parlementslid wees erop dat de regering bij monden van de president steun had toegezegd aan rijstboeren vanwege de rattenplaag en droogte die ze eerder hebben ervaren. Veel vernietiging, voorzitter. Slechte productie, voorzitter. En heel veel gronden die bewerkt waren zijn niet ingezaaid. Onder moeilijke omstandigheden hebben de mensen het proces ingezet, voorzitter. Continu waterpompen, 12.500 per hectare. En we hebben gesproken, de president heeft beloofd, maar tot de dag van vandaag zien wij geen enkele beweging. De mensen zijn nu bezig, voorzitter, voorzieningen te treffen om weer op te starten, om te gaan inzaaien. Enorme leningen, rentelasten bij de banken, voorzitter. Problemen thuis in gezinnen, omdat sieraden van vrouwen bij de bank liggen, voorzitter. Allerlei consternaties, voorzitter. Voorzitter, via u vraag ik aan de regering. Wanneer denkt de regering, wanneer denkt de president zover te zijn, voorzitter, dat de uitbetaling van de compensaties, zoals was beloofd aan de rijstboeren, voorzitter, een feit zal zijn? Wanneer denkt de regering, de president, zover te zijn om een aanvang te maken, voorzitter, met de betaling van de compensatiegelden? Yogi benadrukte dat de rijstboeren het geld dringend nodig hebben om het proces waarmee ze jaren bezig zijn weer op te starten. Volgens eigen zeggen wordt Yogi dagelijks geconfronteerd met vragen van de boeren over deze compensatiegelden.